Hey mensen van mijn kanaal, wat vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video of een gloednieuwe livestream. Want ja, jullie willen zo graag een livestream op mijn kanaal. Jullie vonden dat zo vet de vorige keer en ik vind het super vet, want ik hoef lekker niet te editen. Dus daarom vandaag weer lekker live. En jullie zien natuurlijk de titel zegt het al. Ik ga weer met de linker confrontatie aan. Oh ja, het gaat vandaag allemaal gebeuren in deze livestream. Maar voordat we beginnen, zou ik er heel erg leuk vinden als jullie allemaal even op het duimpje omhoog konden klikken. Ja, we zijn er gewoon allemaal weer bij. En de stream werkt prima. Ik had die vorige keer even een test gedaan. Voor de mensen die dit als video terugkijken, denk ik van, hè, waar heb je het allemaal over? Ga gewoon spelen. Ja, ik ga gewoon spelen. Komt ie aan, hoor. Ja, gaan we dan. Hoppakeetje. Nou, waar ik in ieder geval mee begonnen was, is bullets maken. Ja, ik ben heerlijk veel bullets aan het maken. En hij is inmiddels al klaar. Ik heb nog super veel gunpowder overdoen. En we gaan even tellen hoeveel we nu hebben. We zitten nu op 1000, 2000, 3000, 4000. Oeh, hoeven we er echt nog maar 600 bij of zo? Want je krijgt steeds 200. Dus ja, laten we dat even gaan doen. We zitten echt op dik 4000. Advanced bullets. Dus we moeten denk ik nog 300 bouwen als dat lukt. Ja, ik denk dat dit voldoende is. Dat zou in ieder geval super chill zijn als dit gewoon voldoende is. Holy shit, jongens. Oké, prima. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop natuurlijk jullie ook. Duimpje omhoog, jongens. We gaan vandaag weer voor de 10k likes in de livestream. Gaan waarschijnlijk niet lukken. Vorige keer was het gewoon wel gelukt. Maar ja, dat was natuurlijk in het weekend. En ja, dat is best wel insane allemaal hoe dat ging. Maar, ik heb er zin in. Ik hoop echt jullie allemaal ook. En wij gaan vandaag weer keihard aan de slag. Even kijken. Ik wilde eerst even bij mijn aap kijken, want de vorige aflevering had ik natuurlijk een soort van aap ge... ik had in ieder geval apen bij gekregen. Dus die ga ik nu even levelen en die staat hier. Yes, dat is deze. En die is 9 levels omhoog, dus die gaan we 9 levels uppen. Holy shit. Oké, die is 9 levels omhoog, helemaal toppie. En even koekelen. Hij moet eigenlijk wel even geverfd worden, hè. Laten we dat gewoon meteen even doen. Dus ik ga even terug naar mijn huis. Even terug naar mijn huisje. En dan haal ik even wat leuke kleurtjes op voor dit beestje. En dat zit allemaal hier in de cooking pot, of course. En dat is paars. Dat is groen hebben we daarvoor nodig. Of is dit wel een goede paars? Ja, navy coloring hadden we sowieso volgens mij. En een kwast. Ja, die heb ik natuurlijk al wat goeds bij me. Yes, die heb ik hier. Oké, toppie. Dan gaan we even naar de aap toe. En dan gaan we die even painten. Dat is natuurlijk wel even wat er moet gebeuren. Dat is hartstikke belangrijk. Die aap die moet even mooi gepaint worden natuurlijk. Hoppakee. Loot. Ja, load. En dan deze. Oh, even kijken. Oh, ik mis nog wat purple. Is dat? Dat is geen navy coloring. Ah. Dat wist ik niet, jongens. Dat wist ik niet. Dus we moeten even navy coloring op gaan halen. Laten we dat gaan doen. Oh, ik moet mezelf niet gaan painten. Of navy coloring. Navy coloring moeten we gaan dumpen. En we moeten purple gaan fixen. Heb ik nog purple dan? Ja, purple. Ik weet niet of dit genoeg is. Ik hoef echt maar een klein beetje. Of wat? Heb ik blue nou geadd? Ik moet geen blue adden. Nee, ik moet purple. Dit is. Ja. Dit is purple. Top. Oké, ik denk dat dit voldoende is. Sowieso wel voldoende. Helemaal top. We gaan even terug naar de aap. En dan gaan we even dat beestje verven. Yes, yes. Helemaal toppie. Load paint. En dan doen we die helemaal top. Ja. Oké, nou, die is. Het ziet hier ook zo dom uit. Hij is hier echt zo'n aap. Geweldig. Top, maar deze in ieder geval gelukt. Daar ben ik super blij mee. We zouden meteen nog een kunnen proberen. Maar heel veel mensen zeggen dat ik bier moet gaan drinken. Jongens, wat een onzin. Ik ga nu gewoon een biertje drinken. Ik ben helemaal gek geworden. Oké, ik weet niet of het in ieder geval dit is. Is dit een. Het is een mail. Oké, daar heb ik niet super veel aan. Behavior enable wandering en behavior enable wandering. Hopelijk gaat deze ook lukken. Zou ik super chill vinden in ieder geval. Dus toppie, yes. Oké, nice. Wat is het volgende wat we gaan doen? Ik zet even mijn setting toch iets lager, want ik had ze weer helemaal op hoog gezet. Dus dat is een beetje abnormaal, zo. Top. En we gaan nu even, ik ga zo naar link dus toe. Maar ik moet eigenlijk wel die bullets allemaal gereed hebben. Hè? En ik ben nu dus al super ver. Ik weet niet of dit al klaar is. Ja, dit gedeelte is bijna klaar. We zitten nu op 1000, 2000, 3000, 4000. Oei, 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 oei. Dat gaan we echt makkelijk halen, jongens. En dan hebben we ook nog super veel over. Dus dat is super nice. Even koekeloer hoor. Ja, dit ding wilde ik ook nog zo'n pipeline ding voor aan gaan leggen. Dat zouden we misschien ook vandaag kunnen doen.
Ik ga in ieder geval dit even allemaal ditchen. Deze troep en al dat zwarte troep. En heb ik nog wit? Nee, wit heb ik niet meer. Honing ga ik ook even dumpen. Ja, ik had ook even Citronnels geloot en de Rockets geloot. Want die zijn natuurlijk ook volgroeid. Dat waren plantjes die ik in mijn zin buiten heb neergetikt. En die zijn allemaal volgroeid, behalve deze twee. Want ja, daar zit zo'n ding boven en daarom is je niet gegroeid. Waarschijnlijk. Ja, dus daar zouden we ook iets mee kunnen doen. We zouden, ja, dat zouden we nu kunnen doen. Ik ga het meteen erbij halen. Even concluderen. Ik moet het nog wel even engrammen volgens mij. Maar ik gooi het vast hier even in. En dan gaan we even naar drugs. Oh, ik heb het wel. Ja, natuurlijk. We hebben het over burger pellet. Dan moet ik nog pelt, hair of wolf hebben. En dat heb ik natuurlijk meer dan genoeg. En dat zit allemaal hierin. Ja hoor. Oh, 300 nog maar. Had ik echt niet meer dan 1000? Oh, dat meen ik. Oh, ik heb een leg spike. Oké, nice. Dan gooien we het hier even in. Yes. En dan bouwen we even assetten natuurlijk. En dan gaan we even 6 bouwen. Die shit, die spoort natuurlijk ook. Hebben jullie allemaal gelijk? Ik zie dat we 1000... Of 1000, moet je mij horen. 1000 likes hebben. Dankjewel daarvoor. Helemaal top. Sniper bullets. Ja, sniper bullets moeten we natuurlijk ook nog fixen. Goed dat je door... Oh ja, de 36 krijgen we natuurlijk. Haha, lekker wat. Ja, deze shit spoort natuurlijk. We zouden nu mantissen kunnen tamen. Lijkt me heel leuk om te doen. Eigenlijk ook nog even wat food fixen voordat we weggaan. Zit hier nog wat eten in? Nou... Nee, maar we zouden longgrass kunnen vreten. Volgens mij kan ik dat gewoon serieus eten. En het voedt nog aardig goed ook. Ja, ja, ja. Zeker hoor, zeker. Ja, deze wil ik ook even repairen. Kan ik die niet repairen? Oh, ik heb polymer nodig. Oh, daar zit hier nog wel in. Ja, dan moet ik even polymer gaan poelen hoor. Even kijken. Dan... We moeten anger voor poelen. Oké, doe ik even een sniper jongens. Even een sniper, pull die even zo. En dan kan ik deze in ieder geval repairen. Hoppakee, die wordt gerepaired. En hoeveel bullets hebben we? We moeten nog wel, we moeten nog 36 erbij hebben. Of 36, 56 erbij. Dus, advanced. Ja, dat zijn natuurlijk deze. Ik bouw er gewoon 100, komt het niet zo precies. En dan stop ik ongeveer 50. We hebben in ieder geval 5000 bullets hebben we dan. En dan moeten we nog heel wat sniper bullets. Maar daar heb ik ook nog 200 van hier. Dus het gaat hartstikke lekker. Sniper pak ik in ieder geval terug. Dan moet ik een canteen even vullen. En dan kunnen we op pad gaan. Ik wil eerst wel even een mantis gaan temmen namelijk. Ik heb vet veel deathworm horns. Dat is super nice. Ik neem er wel even wat mee. Zo, en ik moet verder. Heb ik nog allemaal shit bij me? Ja, boeit allemaal niet super veel. Dit moet ik even bij me houden. Dat is wel belangrijk. En ik ga niks temmen. Dus ik kan wel even dit dumpen. Dit ding. Dat weegt veel. Die kan ik ook dumpen. En die kan ik ook dumpen. En dat was het. Ja, hier zijn 9 van, die kan ik ook dumpen zo. Nu ben ik lekker leeg qua inventory. En volgens mij zitten we er bijna op, jongens. Ja, ja, we zitten erop. We zitten erop. Hoppakee, dus dit clear ik. En dan gaan we naar de sniper bullets. En even kijken wat ik daarvan kan bouwen. Oké, dat zijn niet superveel. Ik weet niet wat we daarna nodig hebben. Ik denk, ja, gunpowder. Gunpowder is alweer op. Ja, dat gaat belachelijk snel. Dit ding gaan we aanzetten en ik kan er... Oh, ik kan er weer zoveel bouwen. Oh, heerlijk, jongens. Kijk dan. Hoppakee. Ja, dat moet toch allemaal gebeuren, dit. Ondertussen ga ik een mantis stemmen. En we zijn ready to go, I guess. Yes. Helemaal mooi. Oké, het begint ook nacht te worden. Jongens, jongens, wat een gezeur. Ja, oh ja, trouwens even over mijn mooie nieuwe aanwinst. Daar gaan we even mee beginnen vandaag. Ik vind het ontzettend zonde. Even kijken waar die staat. Hoor. Hier staat hij natuurlijk. Onze dire bear van level 448. Ja, er was nogal wat commotie over. Heel veel controversie. Mensen zeiden van, yo, je het hebt gecheat. Mensen zeggen van, yo, hoe de fuck kan je dat temmen? Mensen zeiden ook van, oh, ik dacht dat je niet kon temmen. Hoe zit het nou precies? Uitleg, please. Wat wij denken is dat... ik heb admin rechten. Joost heeft admin rechten. Jurudy heeft admin rechten. Don heeft admin rechten. Link weet ik niet, volgens mij ook. Maar wij hebben adminrechten. En wat je met adminrechten kan, je kan natuurlijk alles met adminrechten. Maar wij gebruiken het bijvoorbeeld voor een thumbnail die we gaan maken. Daarvoor moet je bijvoorbeeld in de lucht even gaan vliegen. Om even een coole screenshot van de game te maken. En dan heb je een leuke thumbnail te pakken. Daarvoor hebben we adminrechten. En voor wat praktische dingetjes. En wij denken dat ik daarom een diabeer zou kunnen temmen. Want normaal gesproken kan je niet iets temmen voor boven de 150. Dus als je iets van 150 hebt, je kan het niet temmen. Maar wij denken dus dat het door de adminrechten komt. Als het niet door adminrechten komt, dan zou het misschien een bug moeten zijn. We hebben geen idee. Maar we hebben in ieder geval overlegd over dit beest. Maar er zijn natuurlijk lang niet iedereen heeft adminrechten. Dus het is niet eerlijk dat ik dit ding heb. Dus hij moet dood. En ik ben het ermee eens. Het is super zonde.
Ik wil er ook nog even op gaan rijden, want ja, het is zo'n lief en leuk en aardig beestje. En ik wil hem niet kwijt. 450, jongens. Hij zou tegen de 500 gaan aanzitten. Dat is ook wel grappig. Zijn heel veel mensen in de vorige aflevering zeiden ze van... Ja, de dikke klik bij dat je zegt, die bin van 500. Maar ik bedoelde natuurlijk dat... Ik had een vraagteken achter gezet van... Yo, ik denk wel dat hij 500 kan aantikken, hoor. Dus dan is het geen clickbait, jongens. In ieder geval, we gaan even op dit beestje toeren, hoor. We gaan even één rondje op hem maken voordat hij weggaat. Voordat we afscheid gaan nemen. En ik vind het niet kill en pech voor hun. Zij doen dat ook. Nee, niemand ziet het. Dus hij moet echt dood. We hebben er heel goed overleg over gehad. Ik kill nog even dit beestje. Dat voelt wel even goed. Ik weet niet waarom. Het voelt gewoon goed. Niet de beer. Ja, jongens, het moet. Ik bedoel, geef toe. Het is zo eerlijk. Ik bedoel, het is hartstikke oneerlijk. Als ik met zo'n beest rondloop en iemand anders zo'n beest ook super makkelijk kan temmen. Maar het gewoon niet kan, omdat hij bijvoorbeeld geen admin-rechten heeft. Dus, ik kon het dus blijkbaar temmen omdat ik admin-recht had. Omdat, ja, dan kan het blijkbaar. Geen idee. Dat denk ik in ieder geval. Dus ja, hij moet dood. En, het is niet anders, jongens. Ik heb de euthanasie gun bij me. Dus we gaan hem afmaken. We gaan hem afknallen, jongens. Even kijken of ik dat dingetje bij me heb. Ja, natuurlijk deze. We gaan hem even usen. Ik had hem nog niet gebouwd. Oké. Okay. Oh, ik heb er nu twee. Ja, ik hoef er niet twee. Oké, we pakken hem op, jongens. Oh, dit doet zoveel pijn. Ik pak zijn zadel, jongens. Dit doet pijn. Dit doet gewoon echt pijn. Oké, ik pak al het vlees. Alles van waarde pak ik eruit. Verder heeft hij niks. Misschien wat shit in. Die Bear. Van level 450. Het was leuk je gekend te hebben. Maar ik moet helaas afscheid van je nemen. En bij deze. Ga ik ook dat ook echt doen. Dus Die Bear. Later. Oh. Het doet zoveel pijn. Het doet zoveel pijn. Maar de XP is real, jongens. Die ik hiervoor krijg. Oh, 449. Och, jongens. Oh, ik heb zijn ding prog ingenomen. Oh, wat stom. Oké, we hakken hem ook even uit. Ja, dat hoeft eigenlijk... Oh ja, wat pelt. Ah, fuck it. Dat hoeft allemaal niet, joh. Dat is allemaal niet nodig. Oh, wat is dit zonde, man. Wat is dit zonde. Maar ja, het moet, jongens. Het is wel zo eerlijk nu. We spelen nu wel gewoon eerlijk. En ik wil wel eerlijk spelen. Even kijken, hoor. Ik heb een 4K erbij. Helemaal top. En dan gooien we dat hier even in. Sniper bullets. We zitten momenteel op 500. Dus we moeten nog precies 250. Sniper. Yes. Oké. 205. Ik doe bak gewoon 300. Dan is het goed. En dan voldoen wij gewoon aan de deal. En dan ga ik daarna Link even opzoeken. Ik heb in ieder geval alle ingrediënten die ik nodig heb voor een mantis. Dus wij gaan het doen. We gaan op pad. En ik ditch even deze troep wat ik allemaal bij me heb. Dit ook even zo. En het is inmiddels alweer bijna 6 uur. Rip de dikke beer, zeggen mensen al. Ja, het is zonde. Zonde, jammer inderdaad. Maar ja, het is gewoon niet anders. Het is zo eerlijk. Het is beter zo, jongens. Het is beter zo. Even kijken, waar is mijn Griffin? Die staat als het goed is daar helemaal in het begin. Dus daar gaan we even heen. En dan gaan we even naar het mantisgebied toe vliegen. En yes, hier staat de rainbow. Oh, ik dacht, wat heb je voor raar effect overheen? Maar dat is natuurlijk die shit die ik om heb, hè? Oké, nou, we vliegen er even heen, jongens. Let's do this. We hebben nog 500 seconden, hebben we het nog. Ik zet er vast even deze dingen, die Devernons, op mijn nummertje. Mijn slot. En wij gaan het wilde terrein op, jongens. Ik zie inmiddels al dat we nog steeds 1K likes hebben, jongens. Als je nog niet geliked hebt, please like even. Dat zou ik heel erg waarderen. Oh, sorry Raptor. Het spijt me. Oh. Sorry Aldo. Oké. There we go, guys. Hier zijn we dan. Ik wil natuurlijk wel een lekker leveltje vinden, jongens. Dus, gamma kan weer helemaal normaal. Het is wel nog een beetje donker, dus ik doe hem nog iets hoger. En dan gaan we even zoeken, jongens. Yeah. Oké, ik zie heel wat mantissen. Eentje van 20. Dat is super weak natuurlijk, die willen wij niet. Ik zie er eentje van 60. Dat is ook weak. Eentje van 20. Eentje van 135. Oké, de Griffin moet heel ver weg staan. De Griffin moet heel ver weg staan. Die van 135, die pakken we sowieso. Nog verder weg, Griffin. Oké, jongens, dit is super spannend. Is al een tijd geleden. Kijk, ik heb allemaal shit op me, jongens.
Oké, ze mogen me niet aankijken, want dan worden ze alsnog boos. Oh, no, 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 no. Ja, we got him, guys! Oh, ja, natuurlijk. Die andere mantissen worden boos op de beest. Ja, dat had ik verwacht. Yep. Kill it, man. Please kill it for me. Thank you. Thank you, thank you. Nou ga ik even op passive fluiten. Oh, nee, 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 nee. Neutral. Zo, ja, hij attacked hem weer. Nice. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook een sniper. Wat doe ik hier dom? Even reloaden. Zo, en dan... Later, later. Oké, die is dood. Helemaal top. Is het dan nu veilig? Nee, het is niet veilig. Hoppakee, nou, dan maken we deze ook even af. Zo, die is ook dood. Waren dat alle mantissen hier, jongens? Jongen, jongen, jongen. Oké, whistle passive. Unfollow me. En hij is meteen level up 202, jongens, jongens. Heerlijk dit, hoor. Heerlijk dit. Oké, zijn... Oh, zijn health is zo low. Zijn health is uber low. Dus dat moeten we even flink gaan pompen. Even kijken. Oké, mijn Griffin staat erachter nog. Ik ga hem gewoon even oppakken. Dus ik gooi even de pick-up relic in hem. Oh, even kijken hoor. Zo. Yes, en dan pakken we hem even op. Oh! Au. Neutral. Please help me. Ik zit in het spinnenweb, jongens. Zo, die is dood. Dankjewel. Zo, waar kwam die ineens vandaan, joh? Oké, nu kan hij wel weer op passive. Oké, we gaan gauw terug. Gauw terug naar de Griffin. Even kijken. Ja, ik ben... You are getting very sleepy. Oh, nee. Nee. Jongens, ik moet Stimberries fixen eigenlijk. Dat is het beste. Oh, nee, nee, nee. Niet weer. Nee, 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 nee. Oké, nu ga ik misschien nog wel knock-out. Araneo, fuck jou. Oké, die is dood. Stink Araneo. Ik wil niet knock-out vallen, jongens. Ik wil echt niet knock-out vallen. Nou, ik heb allemaal shit om me heen. Het is ook veel te heet hier. Dus ik moet even wat uittrekken. Ik trek gewoon lekker alles uit, joh. Meteen even alles uittrekken. Look that booty, man. Look the booty. Ik heb echt zo'n vieze kakkelak op mijn nek nu gewoon zitten. Het ziet er best wel nasty uit eigenlijk. Oké, ik gooi dit beest even van me af. Dan stap ik op mijn Griffin. Ik weet niet of die hem op kan pakken. Nee, hè? Nee, dat kan niet. Oké, we zouden nog iets kunnen temmen. We zouden ook eerst even een huis kunnen vliegen. Ik denk dat dat even het beste is. Ik bedoel, het is hartstikke dicht bij mijn huis. En dan zouden we nog eentje kunnen temmen. Ik bedoel, ik vind het wel leuk om zo'n beetje te temmen. Hartstikke geinig. Dus laten we eerst even naar huis te vliegen. En, oh nee, ik kan echt wel knock-out vallen, jongens. Oh, shit, man. Nu moet ik echt even oppassen, joh. Kijk naar rechts, ja. Kijk die sterretjes. De kans is zo groot dat ik zo knock-out ga. Ik weet niet of het nog stijgt. Oké, nee, daalt weer. Oké, prima. Dan ga ik niet meer knock-out. Helemaal top. Helemaal top, oké, cool. We gaan zo dus naar Link toe. En, ik denk dat we die bullets nu inmiddels al hebben. Dus mijn kant van de deal is ready. Heel veel van jullie vonden het trouwens een eerlijke deal. Ik vind het zelf ook nog steeds een hele eerlijke deal. Ik twijfel soms zelf nog wel of ik te veel heb gegeven of niet. Of te veel ga geven. Maar nee, ik denk wel dat het een fair deal is. Ik bedoel, ik heb er wel flink voor moeten grinden. Maar ik bedoel, ik krijg ook heel wat voor terug. Dus het is gewoon eerlijk, gok ik. Zo, en we zijn weer thuis, jongens. We zijn weer thuis. De gamma kan weer naar beneden. Die kan weer lekker naar beneden. Oh, hier ligt de beer. Och, wat zielig. Oké. Even kijken hoor. Ik trek mijn outfit weer even aan. Yes, alles is weer aan. De mantis, die gooi ik natuurlijk even mooi hier neer. Yes, toppie. En het is al 7 uur in de ochtend. Wat ik dan ga doen... Dus even kijken hoeveel bullets ik heb nou. Precies. Ik wil even koekeloeren. Oh, even kijken. Oh ja, ja, ik heb het. Got it, man. Ik heb de deal. Want dit zijn de 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 5000 hebben we al te pakken. En ja, hier van 1000. En heel veel mensen zeggen dat ik op de aanbod let. Dankjewel, jongens. Kijk, dat is een top van een livestream. We hebben hier een video. Dan was je van bla bla bla. We gaan nu dit doen. We gaan nu dat doen. Maar we gaan nu even checken bij onze apen. Zijn ze al klaar met meten? Nee. Ze hebben nog 13 minuten de tijd nodig. Dat had ik al verwacht dat het niet zo snel ging. Deze gooi ik ook even zo hiernaast. Top. Whistle passive. Ik gooi hem wel iets meer verder weg trouwens, hoor. Hier is me hierheen.
Maar goed, dankjewel jongens. Dat inderdaad heel goed dat jullie daarop gelet hebben. Wat is de deal? Nou, de deal is een Megatherium saddle. Een Ascended Megatherium saddle zelfs. En ik dacht na de vorige aflevering van, ja, wat moet ik daar nog mee? Ik bedoel, ik ga altijd die Diabeer nu gebruiken. Maar ja, die ga ik dus nu niet meer gebruiken omdat die dood is. Maar dus de Megatherium is nu met mijn snelste, of mijn snelste, mijn beste dier eigenlijk. Mijn rechterhandje dus. Dus nu kan ik hem weer heel goed gebruiken. Dus dat is super nice. Ja, even kijk, die Mantis saddle. Die had ik. Even kijken. Oh ja, ik was in de war met een Mantis saddle en een Mantis saddle. Natuurlijk, een Mantis saddle is voor een onderwaterdino, meende ik. Ja, is voor een onderwaterdino. Maar ik moet natuurlijk de Mantis saddle. Die gaan we even engrammen. Kan ik die hier gewoon bouwen? Man. Nee. De Mantis moet ik hier bouwen, jongens. Mantis. Oké. Deze bouwen we even. En dan gaan we er denk ik zo meteen nog eentje temmen. Want ik vind het wel leuk om te temmen, zo'n beestje. Wacht, zou dat binnen een minuut kunnen? Zou dat binnen een minuut kunnen? Dat is de vraag. Ik heb nog 60 seconden, want dan hoef ik niet meer zo'n nieuw ding in te nemen. Want daar heb ik eigenlijk gewoon geen zin in, want dan krijg ik steeds zo'n domme vaas omheen. Oh, het is nog mogelijk. Het is mogelijk. Dan moeten we heel snel zijn. Oh, het kan nog hoor, het kan nog. Even kijken hoor, nog 35 seconden hebben we nog. Come on. Ja, het kan lukken, het kan. Oké, wat vliegt hier? Wat vliegt hier? Wat zit hier? 15 en 20. Nee, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. We moeten weer zo'n scheidingen nemen, jongens. Ja, het is niet anders. Oké, ik neem er vast eentje in. Als dat kan, als dat even zo kan. Mag ik er nog eentje? Waarom kan ik niet nog zo'n ding innemen? Oh ja, hij moet eerst uitgewerkt zijn natuurlijk. Ja, oké. En hij is uitgewerkt nu. Yes, en nu kan ik er weer eentje poppen. Bug repellent, let's go. Ja, we moeten natuurlijk wel even een goede keus maken, of course. Even koekeloeren hoor. Ah, oké, hier zit eentje. Ik kan er net niet bij. Ik kan er net niet zien. 20, oké, dat is veel te low. Veel low levels, jongens. Ik ben echt super blij dat ik die van 135 zag. Ik zie hier ook eentje. 15, weer vet low. 135, kijk, we hebben er weer één te pakken, jongens. We hebben er weer één. Dan ga ik die andere even killen, denk ik. Dat is wel zo veilig, gok ik. Zo, Araneos ook meteen even. Kijk, hij is nu een beetje wild, die mantis daar. Even op een afstandje gaan parkeren. En we gaan hem benaderen. We gaan hem confronteren, jongens. Mag me niet aankijken, please, kijk me niet aan. En. Yo, nee. Nee! Nu kan ik hem vast niet temmen, of wel? Nee, dat dacht ik al. Oh, jongens. Ha! Hoezo? Omdat ik geen pilsie heb. Oké, ja, hij is natuurlijk hartstikke boos, dat beest. Omdat ik zijn familieleden heb vermoord. Dus ik moet het beest even verder opzetten ergens. Crack open a cold one with the boys, zegt deze man. Oké, we gaan deze temmen, jongens. Komt hij nog steeds naar me toe? Are you fucking kidding me? Bro! Oké, nou, we gaan. Die Griffin, die moet blijkbaar even wat verder. Oh, wacht. Zou die nu niet gewoon getemd kunnen worden? Waar staat hij nou? Ik weet het niet, jongens. Ik weet het dus echt niet. Ik denk dat hij. Oh, wat doe ik nou? Oké, ik zat vast. Oké. Ik kan hem nog eens goed stemmen. Ja! Haha, we got him! 202, let's go! Oké, we pakken hem ook meteen op deze. Yes! Activeren, oppakken en top. We hebben nog steeds die strontgeur om ons heen. Wat een gezuur dit. En, oh wacht, ik kan als het goed is dit ding ook bijvullen nu. Oh nee, je kan geen canteen bijvullen door de regen. Ja, dat is best ook wel legit. Waterzakje snap ik wel. Kom op, even omhoog. Yes. Toppie. Kom op, yes, even omhoog. Pompen, yes, let's go. En we zijn weer terug bij de Griffin. Oké, cool. We gaan weer naar huis, jongens.
Helaas regent het, dat vind ik wel erg zonde. Cool, cool. Oké. Dan gaan we deze even thuis neerzetten. En als we deze thuis hebben neergezet, dan denk ik dat we wel naar Link kunnen gaan, jongens. Ja, ik bedoel, we hebben nu alles wat we nodig hebben. En ik hoop dat hij het met de deal eens is en dat hij gewoon met mij in zee wil gaan. Dat zou ik heel chill vinden. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe het met hem gaat. Dus we gaan zo even bij Link koekeloeren. Maar eerst even deze mantis er neerzetten. Zo. Alright. Yes, yes, yes. Hoppakee, de tweede mantis zijn beide 135. Dat is echt super toevallig. En dit is, even kijken, dit is een male en dit is een... Oké, het zijn beide males. Dat is wel jammer. Maar ja, dat is natuurlijk niet anders. Hoppakee, toppie. Die gooien we even op. En deze is natuurlijk niet level up. Dus we gaan nu even naar binnen. En dan halen we even twee apen. Jongens, die apen zijn nog steeds niet klaar. 13 minuten was het, hè. Dus ja, leuk dat jullie spammen. Dankjewel trouwens ervoor. Dus jullie reminden mij wel steeds goed. Mantis. Ja, we bouwen er gewoon nog één. Nog zo'n mooi zadeltje. Moet ik ondertussen toch even checken. Jongens, jongens, jongens. Het is echt, die 13 minuten zijn nog niet voorbij. Echt niet. Als het goed is, nog 6 minuten. Kijk, de helft nog. Dus we moeten nog 6 minuten. Ja, nee, het is nog lang niet klaar, jongens. Nog lang niet. Oké, cool. We gaan weer even naar binnen toe. Het regent pijpen stelen, jongens. Jongen, jongen, wat een gezeur. Oké, deze twee pakken we even. Helemaal top. Die gaan we even op de mantis pleuren. Even in ieder geval mantis getemd. Daar ben ik wel blij mee. Want de mantis, ja, ik doe niet dat ik er iets mee doe of zo. Maar het is toch wel even een partijtje leuk om te hebben, hè? Je kan ook een pickaxe in zijn gooien. Of dit. Zo sikkel. Het ziet er wel grappig uit. Maar nee, nou niet. Eigenlijk moet ik een sniper rifle. Dat zou echt geinig zijn als je dat erop kon gooien. Kruppel kan ook. Oh, dope. Nou, die ga ik sowieso doen. Oké, deze is ook wel level up. Krijgt ook een zadeltje. Heb ik ook iets leuks voor dit beest om erin te gooien? Nou, niet echt. Dat zien we later wel een keertje. Dat is niet super belangrijk. We doen er nu toch niks mee. We kunnen wel even wat Mechu Berries weer gaan poelen. Dit ding kan uit. Dat moet ik niet vergeten. Pool. Mechu Berries. De M. Mechu Berry. We hebben superveel. Oh, deze natuurlijk niet. Deze twee, hoppakee. Superveel. We hebben echt maar super weinig. Oh, wat doe ik nou? Ik zet hem uit. Even kijken hoor. Ik poel hem niet. Het ging helemaal verkeerd. Oh, wat doe ik nou? Mechu Berries. Oh, Narcotic natuurlijk ook. Oh, hè? Is de Narcotic allemaal weg? Oh, no, no, no. Oké, okay, we moeten even boven checken, denk ik, jongens. Oh, Narcotic natuurlijk. Ah, nee, ik Narcoberry. Ik dacht even dat al die plantjes weg waren. Oké, okay, dit poelen we allemaal even helemaal top. Dan ga ik dit even pakken. En dit gooi ik even in de koelkast gewoon. Want dat hebben we nu... Ja, we doen er nu eigenlijk niks mee. En dit komt natuurlijk gewoon in de bak. Die gaan we even bijvullen. Hoppakee. Yes, yes. Helemaal toppie. Ja, de mantis hebben een saddle. Oké, ik wil daar eigenlijk toch wel even op gaan rijden. Dat is... Dat is wel geinig, lijkt me heel geinig om even te doen. Dat hebben we het lang niet gedaan, jongens. Oh, ja, ja, kijk. Mega jump. Super chill. Is attack. Ja, dat was het eigenlijk alweer. Hoppakee. Leuk attack. Die attack is super chill. Hier. Hoppakee. Hop. Chaka, chaka, chaka. Kijk, yo, unconscious. Super snel unconscious. Dit is super nice. Yo, hoe snel zou ik iets anders unconscious kunnen mappen? Ik ben best wel benieuwd. Nou, ik ga niet dat grote beest in kantjes proberen te mappen. Ga ik gewoon eerst proberen. Stemmen mag ook wel wat hoger. Die is ook niet super hoog. Maar nee, geinig joh, zo'n beestje hoor. Geinig. Leuke mantis. Hij, hij kan zich aardig snel vervoeren. Dus dat is wel nice. Snelle attacks heeft hij. Dat is ook chill. Hoppa. Kijk, een vlieger dan. Zo, dat is de mantis dus. Heel erg leuk en aardig. Ja, die hebben natuurlijk waarschijnlijk ook een Scorch Earth gezien. Had ik hem ook al natuurlijk getemd. Even koekeloeren hoor. Dan zouden wij ons vast kunnen voorbereiden op de reis naar Link. Want ik moet natuurlijk alles wel mee kunnen nemen. Dat zouden we kunnen doen, want dit duurt nog 3 minuten. De station is bijna klaar. En ja, dus laten we vast gaan voorbereiden. Ik ga natuurlijk op de Griffin. Ik weet niet hoeveel al die bullets samen wegen. Penguins neerknuppelen, ja. Oh, dat is een turret.
Iemand vliegt hier langs. Ik weet niet wie het is. Het is waarschijnlijk iemand die niet in mijn tribe zit. Ik weet niet wie. En ik wil wel checken wie. Want dit is gevaarlijk, jongens. Dit kan echt iedereen zijn. Kijk, ik hoor niks. Maar waarschijnlijk vloog iemand gewoon langs. Niks aan de hand. Nou, whatever. Oké, weet je wat ik ga doen? We pakken al die bullets gewoon. Dat gaan we doen. Ja, neem maar inderdaad die knuppels op die mantel. Zouden ook pingers mee neer kunnen knuppelen en al uithakken. Of uithakken, zeg maar. Oké. Even kijken of ik dit allemaal mee kan nemen, jongens. Dit is namelijk heel wat. Maar tot dit toe kan het. Ik moet wel even goed tellen, jongens. Want, nee, dit gaat natuurlijk verkeerd. Ik heb nog, als het goed is, ergens 100 zitten, toch? Wacht, hè? Oh, nee, hier heb ik 500. Yes, yes, oké. Top, ja. Top, oké. 1000. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 5.500, oké. Yo, 5.500. 2. Of 1000. 2000. 3000. 4000. Ja, nu klopt het. Wie zit er? What the fuck? What the fuck, hé? Hey? Yo! What the fuck? Wie is hier? Are you fucking kidding me? Wie zit hier? Wie zit hier? Wie zit hier? Hier weet ik niks vanaf, hè? Wie? Als Link dit is, hè? Als Link dit is. Ik zie niemand. Ouwe, hier is C4 geplaatst. Zo lijkt het wel. Wat is hier gaande? Serieus? Nee, ik word niet geratied toch, jongens. Nee, come on, man. Ik zie niks. Dit is een duidelijke stealth mode. Ik kan het gewoon in je tribe log zien, toch? Of niet? Ceviche als Coco Vogel! Ja, tribe log zeggen mensen ook al. Oh, 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 Link. Wat doe je me nou toch aan, hé? Hey? Dit verandert alles. Heb ik gisteren bij mijn aap checken inderdaad. Want die is waarschijnlijk uitgekomen. Nog 39 seconden. Oké, ik pak het vast. Oh, wat is hier gaande, jongens? What the heck, dude? Ik snap hier even helemaal niks van. Ik ben even van mijn apropos, jongens. Ik vind het heel erg raar. Het aapje komt er bijna uit. Yo, Link. Dude. Wat is dit nou, man? Hij blaast letterlijk de helft van mijn gebouw eruit. Dude. What the fuck, hé? Hey? No way! Nu moet dit stoppen, jongens. Nee, mijn hele... De deal gaat niet door. 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 Weet je wat? De deal gaat niet door. De bullets gaan terug. Ik pak mijn sniper erbij. Waar zit deze man? Sniper bullets. Ik heb natuurlijk zelf ook sniper bullets nodig. Hij moet hier ergens zitten, jongens. Het kan niet anders. Ik hoor het. Oké. Ik ga met hem in gesprek. Link! Hey, ja. Nee, die Jeroen zit op mijn laptop, man. Godverdomme. Je lult. Nee, ik zweer het je. Je lult uit je nek. Hier, Jeroen, zeg maar wat. Zie je? Dat was Jeroen. Ja, ik geloof er geen zak van. Jij zit op die laptop. Jij bent hier de baas over. Mijn hele basis. Naar de tering, ouwe. Arm, ik betaal de kosten, man. Het was niet mijn schuld, het was Jeroen. Auw, en dat doet ook nog twee keer. Ja, je lult zo hard uit je nek. Ik was het, oké? Sorry, ik was het. Jongens. Ja, voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, dat is natuurlijk Jeroen, de flikker die mijn vlogs filmt. En Link is bij me thuis, momenteel, dat is wel geinig.
Maar dit was niet de bedoeling dat jij mij ging kapot maken, Link. We hadden een deal. Ik wil die ophalen. Ik wil die ophalen, Harm. Ik geloof er heel weinig van. Ik geloof er weinig van. Ja, je wil toch de giga's hebben? Die heb ik. En de zadel. Ik geloof er weinig van, Link. Echt waar. Maar in ieder geval... De materialenpik... Ik wil wat materialen hiervoor terug. Ja, dat snap ik. Dat heb ik allemaal wel voor je. Maar dat heb ik allemaal thuis natuurlijk. Ik heb nu natuurlijk niks bij me. Prima. En is goed, dan dan geloof ik je daarop. Ja, kan je even de schade even bepalen? Want ik wil je natuurlijk wel volledig te betalen. Snap je? Ja, oké. Ja, dat is... de metal dinges is goed beschadigd, volgens mij. Lijkt me. Kijk, de turrets worden geschoten. Pas op. Oh ja, ik ben dan benieuwd. Ja, probeer het zelf maar een beetje te... Kijk, het hoeft niet van mij helemaal precies, maar... Ja, vooral heel veel stenen bij jou is kapot. Ja, heel veel stenen. Heel veel stenen inderdaad. Klopt. Ik weet niet joh, achter de stairs, what the fuck? Ja, daar zit ook eentje. Oké, ga even kijken. Stonewall, alleen maar stonewalls zijn gebroken. Ja, alleen maar stonewalls. Maar de rest, de metal dinges is flink beschadigd volgens mij. Ja, maar die kan je oppakken en weer terugplaatsen. Dan is die weer vol HP. Echt? Ja. Oké, nou in ieder geval, ja, heel veel stonewalls. Als je daar flinke... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 21 walls kapot. Oké. Ik zet deze wel gauw even uit trouwens. Zo, die turret staat uit. Dankjewel Pik, dat je indirect mij kapot hebt gemaakt. Sorry man. Jeroen heeft nog nooit Ark gespeeld. Ik wil even zeg maar gewoon zeggen van ja, ga maar je gang. Ja, oké. Nou, in ieder geval... Pilsie, weet je wel, ineens kom ik terug. Ja. Ja. Ik hoorde gewoon meneer Schil. Ik dacht, wat is hier gaande? Jeroen is helemaal wild. Oké. Even kijken hoor. Nou, ik pak in ieder geval even alle bullets. Ik heb er wel flink wat nodig. Hier 1000 van. En wat vond je trouwens van de deal? Ja, ik heb het aan mijn kijkers gevraagd, want ik was een beetje aan het twijfelen, weet je wel. Ik weet het allemaal niet zo erg. Maar kijkers waren 50-50 waren ze erover. Maar ja, weet dus... je, maar kijk, nu is de basis ook echt gewoon half kapot gegaan hierdoor. Dus ik ga gewoon akkoord met de deal, want ja, weet je. Ja, en ik weet niet hoe jij bent qua, hoe heet het ook alweer? Qua gunpowder. Gunpowder als je daar... heb ik oké, heb ik wel. Ja, maar je weet dat je hier... kapot veel voor nodig hebt, hè? Ja, dat weet ik. Dus ja, nee, dat kan ik voor jou regelen. En dat heb ik zeker nu al voor je geregeld. Dus laten we even naar... Waar gaan we even heen? Of heb je alles bij je? Of zullen we even naar jou toe gaan? Ja, we moeten even naar mijn baas toe. Ik heb de giga en de zaal niet bij me. Die heb ik thuis. Prima, oké. Dan ga ik ondertussen gauw even mijn water in mijn kantine vullen. Ja, prima. En, prima. Dan herstel ik deze schade later even. Ja, is goed. En even kijken waar staat mijn Griffin nou. Mijn Griffin, die staat waarschijnlijk weer helemaal hier. Ja, die staat er helemaal achterin. Jongens, wat een gezeur. Zo, hé. Jongens. Het was even schrik, hoor. Tering. Ik dacht echt van jou. Ik hoorde jou zo hard schreeuwen. Ik dacht, wat. Ja, ouwe, ik dacht echt, dit is een raid. Ik bedoel, wie sloopt er nou een paar walls en stopt er dan mee? Ik dacht echt... Dit gaat verder, er worden C4's naar binnen geworpen gewoon. Dus dat vond ik niet acceptabel. Nee, dat snap ik. Volledig met je eens. Oké, nou laten we naar jouw baas gaan. Je oude baas of je nieuwe basis? Ah, ik heb een schuurtje. Ik woon niet in een cave, maar ik heb een schuurtje. Oké, gaan we naar die schuur. Prima, ik ga gewoon met je mee. Ja. Ik heb alles bij me dus voor de deal, dus... Dat is prima, dat wordt heel gezellig, wordt lit. Dat wordt lit. Even kijken hoe mijn armor zit hoor. Mijn armor is wel aardig beschadigd hoor. Ja. Hé, daar kan er niks aan doen. Dat ga ik niet voor je financieren. Dat is een beetje... Nee, dat snap ik. Nee, daar hebben we wel overeenkomst over. Oké. Ja, mijn mooie Gucci truitje is bijna kapot. Ja. Doe even een duikvlug. Ik zou net zeggen, maak even een duikvlug, Link. Ik doe het al. Weet je, je moet Jeroen ook leren hoe je moet duikvluchten. Ja, hij heeft de knop al wel gevonden hoe je je vieren moet blazen. Ja. Wacht, hij is nu aan het besturen, wat? Nee. Oh, Wyvern, pas op. Ja, check voor eventuele nesten trouwens. Ja, maar die legt geen nest meer, die is gebukt. Echt? Ja, die is level 170, had ik 2 eieren van gepakt, allebei gespoiled. En nu legt er gewoon geen eieren meer. Oh, wauw. Echt heel zonde. Gewoon 170, gewoon prima level. Ja.
Nou, oké, top. Dan gaan we even, even naar jouw basis toe, inderdaad. Dat, jongens, dat aapje heb ik inmiddels al geclaimd voor de mensen die dat niet even door hadden. Dus hier heb ik geclaimd, heeft eten een aapje. Wat ga je doen? Ja, ik ben moe. Dit is niet mijn beste Griffin. Oké. Dan ga ik ook even stamina regainen. Nee, prima. Oké, alliantie met Link, zeggen mensen. Ja, jongens, we weten niet. Link, wat is er nou gaan nou? Ik weet niet, man. Aan de ene kant vertrouw ik de boel wel weer een beetje. Maar aan de andere kant heb ik het gevoel alsof je iets van plan bent. Hoezo ben ik dan weer van plan? Zeker omdat Jeroen naast me zit, hè? Ja, dat heeft wel invloed erop. Ik bedoel, het is altijd als jij er bent, dan worden of met turrets weer geactiveerd. Dat is altijd spanning in ieder geval. Ja, maar dat is wel fijn in een serie, dat een beetje toch wel wat spanning is. Anders ja, een beetje saai, weet je toch? Ja, oké, okay, dat klopt. Een beetje wat sensatie, ja, dat is wel fijn. Zeker sensatie, dat is er zeker te vinden, dat klopt. Maar oké, we vliegen langs de bodem, doe je dat altijd hier of zo? Ja, je moet hier langs vliegen, want hier is mijn basis. Oh, jij vliegt er zo naar, oké. Ja, zo moet het. Ik ben best wel benieuwd naar je basis, want ik echt zoveel kijkers van jou, Link, zeiden tegen mij van jou, Link heeft een tering grote basis. Hij mag er wezen. Ik zat trouwens wel je kleding aan het trekken, want het is echt super warm hier. Ik zie het, ja. Ik doe mijn kleding even uit. Nou, mijn is toch al kapot, dus zoveel maakt het ook niet meer uit. Oké, top. Nou, oké, waar is de ingang van de cave? Want dit gebied ken ik hier wel. Nee, ik woon niet in de cave, hè. Ik woon niet in de cave. Oh, niet in de cave. Oké. Nee, ik woon niet in de cave. Oh, Harm. Zo. Zo snel. Oh, ik ben weer moe, Harm. Ben je nou alweer moe? Ja, maar Griffin is nu alweer moe. Wil je ook dat genoeg? Pick up. Hoppakee. Slim. En dan springen we zo. Oh, we hebben het hierin. Ja, hier is het, hè. Is het hier? Kijk, deze. Het is geen cave, het is geen cave inderdaad. Nee, je woont niet in een cave. Nee, je woont niet in een cave, ik merk het. Jij denkt... Wauw! Jij denkt misschien hier, hè? Hier woon ik. High five Link maar even in zijn face, sorry Link, maar high five in je face. Zo, die was van... Die was van Don! Die was van Don! Moest van Don! Moest van Don! Don! Mate. Zo. Ik heb het gedaan. Moest van Don, hè? Ja, ik snap het. Maar hier woon ik niet. Hier woon ik niet. Nee, ik zou net zeggen, waar gaan we heen, joh? Dit ziet er echt levendig uit, namelijk. Maar ik ben echt super benieuwd, ouwe, hoe die shit bij jou eruit ziet. Ja, ik heb ook geen... Maar alsjeblieft, flik dat nooit weer, zoiets. Waarom moet ik nou niet flikken? Ja, bij mijn basis komen zo dichtbij. Dan moet je tegen Jeroen zeggen, dat is jouw cameraman. Jeroen. Ah, ik zie plants. Au. Oh, hoe zet ik ze uit? Even put to sleep. Op E klikken, put to sleep. Moet ze allemaal even put to sleep zetten. Deze... Anders gaat de deal niet door, hè? Put to sleep, oké. Ze zijn allebei slapend. Ja? Ja. Top, oké. Nou, dan durf ik daar wel heen te gaan. Ik heb wel heel erg honger. Heb je honger? Wacht, dit is een stone golem, ouwe! Ja, dat zijn er twee. Dat zijn er twee! Heb je twee stone golems? Nee, ik heb... 218! Oh, boys! Rock elemental, twee rock elementals, holy shit. Kerel. Boy. Holy shit, Link. Dit is niet normaal, pik. Nou, dat is lit, hè? Ik ben wel teruggekomen naar die raid. Nee, ik heb de bug. Ik heb de startbug. Ken je die? Startbug? Oh, dat je als je hebt gedaan. Ja, weet jij daar een oplossing voor? Om die op te starten. Nee! Ja! Nee! Ja! Ik heb de bug, jongens. Ja, voor de mensen die niet weten waar ik het over heb. Soms als je op escape drukt, dan is hij gebugd. Dan moet je hem echt helemaal opnieuw opstarten. Moet je je arc opnieuw opstarten. Are you kidding me? Nee, ik ben niet aan het kidden, man. Ah, nee, dat meen je toch niet. Nou, nee, dan moeten we hem gauw even opnieuw opstarten, jongens. En ondertussen, Link, moeten wij even onderhandelen over wat we nou precies gaan doen. Dus, wat gaan we nou doen, pik? Nou, we moeten even onze deal doen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, onze deal inderdaad. En onze deal is natuurlijk 5000 bullets. Ja. Voor, en nog 1000 sniper bullets. Dus 5000 advanced bullets en 1000 sniper bullets voor een giganoto. Maar de grap is, jij hebt 3 giganoto's.
Nou, ik heb er nog maar twee. Ah, heb je twee? Ja, eentje is weg. Waar is die? Ja, ik weet niet. Ik had ze allemaal zeg maar, in mijn basis gestopt. Ik ben eentje gewoon kwijt. Ja, maar welke krijg ik? Dat is de vraag. Nou, ik krijg een mannetje. Het mannetje? Ja, ik heb nog een mannetje en een vrouwtje. En ze, ja. En ze schelen drie levels. En jij krijgt degene met drie levels meer. Meer? Ja. Oh, nee, dat vind ik prima. Ik bedoel, als ik de beste kan krijgen, dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Prima. Wil je degene met meer melee damage hebben? Ja, is dat de lagere level of niet? Dat is de lagere level, die heeft wel iets meer. Ja, want jongens, wij wilden hem gebruiken voor die raid, hè, tegen de Griff Riders. Want die, die zit er aan te komen. Ik zweer jullie, die komt er echt aan. En dat gaat super vet worden. Dat zeg ik jullie nu vast. Mijn arc is trouwens alweer gewoon helemaal back at it again. En, ja, nee, dus daarvoor heb ik eigenlijk dat beest nodig. Maar? Ja, nee, ik wil hem gewoon voor die raid gebruiken. Ik zat te denken van, joh, misschien moet ik dat beest in de toekomst... Ik wil hem voor die raid! Dat moet gewoon mijn raid... Hij moet gewoon voor de raid en daarna hoef ik hem eigenlijk ook niet meer. Want ik wil later gewoon zelf iets temmen en het voelt niet goed om een dino gekregen te hebben die zelf heel graag een keer wil temmen. Dus nee, ik ga hem voor de raid gebruiken en dan gaan we hem vol inzetten. Hij komt op de frontlinie te staan en hij moet zoveel mogelijk zien uit te schakelen. Mm-hmm. Ik zit alweer in de server, by the way. Dat ging best snel. Ben je alweer voor de deur? Ik sta strak voor de deur. Oh, dan kom ik er weer aan. Ja, het is wel een groot huis. Dan moet je even wachten tot ik er ben. Ja, ik merk het. Of tenminste, ik merk het. Ik zie één deurtje, meer zie ik niet. Het ziet er wel geinig uit in ieder geval. Ja, maar oké, en daarnaast geef je ook nog die Megatherium Ascended Saddle, hè? Dat hoort bij de deal. Ik heb het bordje goed gelezen. Goed zo. Top, ja. Want er was inderdaad ook wat misverstand over de bullets. Er zijn natuurlijk advanced rifle bullets, niet advanced bullets gewoon. Dus wel die echt die rifle bullets, want het scheelt heel erg. Oh, wat? Oké, meer planten. Hey! Sorry, ja, moet ik ze allemaal jongen. Op sleep zetten? Ja, dat kon je toch even doen toen ik even offline was. Ja, wacht even. Jongens. Ja, maar wat een gezeur dit. Not vert. Toen mocht ik ook gewoon niet op sleep zetten. Het had gewoon niet fertilize. Dat meen je. No fertilize to the post. Oké, kan ik er vol doorheen lopen? Want dat durf ik op zich wel. Ja? Wil je dat? Dat durf ik aan. Dat durf ik aan, Link. Oké. Okay. Wacht, dan doe ik even die andere poort open, ja? Ja, is goed. Anders sta je ineens voor tegen deuren. Ja. Nee, sure. Oké, dan sprint ik erheen, ja. Switch hem manual. Oké, nu blijft hij open. Oké, ben je er klaar voor? Ik doe even een pakje aan, misschien is dat wel handig. Ja, dat moet je wel doen, ja. Okay. Go! Oh. Nee, je staat ervoor! Okay. Nee! Sorry, ik moet die deur erop aanmaken. Jongen, oké. Ja, ik wacht wel. Ik ben nu geraakt, dus nu ben ik sloom. Ja, oké, top. Ga daar maar staan, inderdaad. Ik kan nu gewoon je crap nu ook, hè. Ben je snel. Is dat... Dat is slim inderdaad, goeie. Oké, go, 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 harm. Yo! Yo! Ah! Ik ben zo close to death, ouwe. Oké, ik doe de deur dicht. Ah! Oké, ik weet niet hoe je het hieruit ziet, maar... Welkom. Holy. Je broek is kapot, ouwe. Ja, ik zie het. Wel, kijk die booty, man. Look at that booty. Lekker klontie hoor. Dikke Gucci jas eroverheen van 4000 euro. Maar ja, wauw. Vind je het mooi? Ik vind het indrukwekkend. Maar ik heb nog nooit echt een bewoonde cave gezien. Oh, dit is geen cave natuurlijk, hè. Maar ik heb nog nooit zoiets... Ja, ik weet niet. Het ziet er geinig uit. Het is nog niet super groot of zo. Maar, nee, eerlijk. Ik geef toe. Dit is... Wat is dit? Wat? Item collector. Oh ja, die had ik bij Rudy gezien. Het bleek een goed item te zijn, maar ik heb geen idee. Oh, ja, ik ken het niet. Hey! Hey! Wat? De Giganoto heeft me gekild! Waar is die? What the fuck? Hij komt uit de grond! Hij komt uit de grond! Harry! Yo! Die je me kwijt was! Ja, die is in de grond! Nee! Yo, ouwe, kom naar boven, kijk hier! Holy shit, hij zit daar! Ik zweer het je, kom kijken! Ja, ik kan niet kijken! Wacht, ik maak een filmpje en dan kom ik naar beneden om het laatste zien, ja? Ja, is goed. Is goed. Oh my god. Waarom kan ik niet spawnen op het bed? Oké, okay, hier ben je dood gaan, Harm. En hier zit de giga onder water. What the fuck? Echt? Ja. Die je kwijt was? Ja, die kwijt was, die zit hier. Hey Link, ik wil wel een presentje nou, hè?
Ja, wacht. Eerst kom ik even naar beneden, ouwe. Ja, laat me zien. Laat het zien. Is goed. Laat het zien. Wauw, man. Wauw. Gewoon, ik heb gewoon zijn giga die hij kwijt is geraakt, heb ik gewoon weer teruggevonden. Hoe insane is dat? Is echt insane. Oké, daar is de link. Oh, what the fuck? Kijk dit filmpje. Kijk. Kijk dit. Kijkers moeten het ook even zien. Hij zat daar. Yo, oké. Hij is door de grond geglipt. Ik laat het aan de kijkers zien. Jongens, kijk. Zien jullie dat? Je ziet het heel vaag, heel moeilijk. Maar je ziet gewoon een giga. Ja, hoe krijg ik hem eruit? Ik weet het niet. Oké, ik kom eraan. Ik moet er heel snel aankomen, want straks die spam is shit, hè. Oh, ja. Oké, let even op die timer, ja? Succes, hè? Ja, dankjewel. Oké, ik moet heel snel die kant op, jongens. Maar ik weet ook niet precies waar het is. Oh, natuurlijk, ik zie wel mijn straal als het goed is op een gegeven moment. Oh, we moeten opschieten, jongens. Oké. Mijn huis is half kapot, dus ik kan snel naar buiten nu. Hey, Harm. Nog niet gesproken. Hey. Lang niet gesproken, pik. Ja. Maar wauw. Dit is echt, dat is raar, ouwe. Oké, we moeten hem dus even zien te fixen daar, inderdaad. Maar even kijken, ja. Oké, ik ben weer back in de wereld en ik ga nu terug naar de desert. Even kijken waar ik precies ben. Ja, ik zou nu zo wel goed moeten vliegen, gok ik. Voor mij stond hij ook gewoon op normal, zeg maar. Niet op agressor, maar op, hoe heet die andere? Neutral stond hij. Ja, maar fluit alles alsjeblieft nu even op. Ja, ik heb whistle, passive en alles gedaan. Maar ik denk, omdat hij stond nog op neutral stond. Omdat ik hem gewoon uit een ei heb gekregen. Ja. Maar jij aangevallen werd door die dingetjes. Precies. Zou je die even helemaal uit kunnen zetten nu trouwens? Oh ja. Ja, maar bij sommigen komt dat niet doen. Alleen de voorplanten komt die uitzetten. Maar ik ga ja, maar als je... Ja, precies. En misschien is het handig dat je die anders sloopt, want... die zou zo in principe... Oké, ja, maar Griffin is nog levend, dat klopt. Die leeft ja, nog, ja, dat weet ik. Die staat gewoon boven. Staat ja, op. Maar je moet goed op mijn shit letten, want ik heb flink wat waarde bij me. Misschien zie ik je tasje wel. Even kijken. Ja, hou hem goed in de gaten, want hij mag niet despawnen. Dit ook is trouwens voor mij, jongens. Die heb ik ooit voor de kwetsel gehoord. Ik zie je lichaam. Oké, top, cool. Die is nog 11 minuten. Oh, wat nou als die giga maar uit ging hakken, ouwe? Oh. Ouwe, ja, maar ik zie jouw lichaam wel, maar ik zie jouw tasje niet. De tasje zit in het lichaam, hè? Waar dan? Ja, mijn lichaam is mijn tasje, hè? Ja, maar als ik E op jouw lichaam doe, dan zie ik er niks in, hè? Dat meen je? Ja. Of heeft mijn giga misschien al alles uitgepakt? Nee, dat kan niet toch? Want als giga me uithakt, dan moet hij me uithakken en dan is mijn lichaam ook weg. Misschien kun jij het niet zien, dat zou kunnen hoor. Oh, geen idee. Dan moeten we dan even kijken. Maar jij ziet natuurlijk ook een straal hè, van het tasje, die zie ik niet. Tasje ja, precies. Dan wacht ik wel even op je. Prima. Iemand zegt trouwens van, yo, waarom zit er een gat in je baas? Je hebt iets gemist. Er is net mijn cameraman van mijn vlogs. Die heeft even flink even C4's op mijn baas gegooid. Daar ben ik niet echt blij mee. Nee, maar, ja. Oh shit, nee. Oude stamina, no. Kom op, even stamina regainen. Oké, ga even stamina regainen en dan gaan we even verder. De spullen zitten in de giga, dat meen je. Maar als Link... zie je mijn lichaam, ja of nee? Ja, je lichaam zie ik. Alleen het tasje niet. Dat kan niet. Ja. Ja, als je lichaam sloopt, heb je tasje. Maar jongens, ook al sloop je lichaam. Je zou gewoon in je lichaam moeten kunnen kijken hoor, serieus. In je lichaam moet gewoon iets zitten. En als inderdaad je lichaam wordt uitgehakt, dan zit het in het tasje. En als de giga het in zich heeft, dan zou mijn lichaam er niet meer kunnen liggen. Want dan moet hij me uithakken, snap je? Oké, ik ben nou weer terug, heel dichtbij, bij de cave. Ik heb even met een turret, ben ik even allemaal aan het... Graag. Ik hoop dat het werkt. Woont Link bij? Oh nee, Link is... Link en ik hebben een soort van weekendje, we gaan lekker veel opnemen. En pilsen. En oh, nee. Pilsjes drinken. Hup. Maar, oké. Ja, laten we even hier naar beneden vliegen. Ik zie geen straal, dat is gek. Hij zit hier meer naar rechts dan. Ik kom maar even naar buiten. Ja, is goed. Want ik weet niet meer precies waar het was. Oké, ik ga nu uit... Ja, ik zie je letterlijk. Ik ben bij Stockholm, ja, ik ben er weer. Oké, top. Oké, alles staat uit, mag ik hopen. Als het goed is wel, en anders moet ik even alles... Heb je alles op passive gefloten? Ja. De giga ook? Ja, de giga ook.
Alsjeblieft, die wilde, die wilde in Gryffindor stoten. Au, 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 au. Okay, eentje, wacht, eentje niet. Oké, okay, wacht, ik moet eventjes. Hoe zet ik die dingen uit? Ja, pas op, ouwe. Passeer eens op, want ik moet snel zijn, hè? Want dat je shit gaat spoilen zo. Oké, okay, hij moet alles aan. Hij moet alleen world creatures aanvallen. Oké. Okay, ja, 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 ja. Kijk hoor. Er was maar eentje die schoot, zag ik. Dus het zou nog één kunnen zijn. Okay, ik klik even allemaal. Ja, is goed. Of wil je alvast een. Ja, ik zeg. Ga pilsjes drinken met Link in de tent. Dat is een hele goeie. Oké, okay, ik weet niet of je nu kan komen. Nee. Auw, auw, auw. Ik moet ze allemaal doen, wacht. Ja, ja, dat moet even. Auw, ik ben nul voor de helft van mijn levens, hè? Ja, je hebt ook geen armen aan nu, hè? Oké. Okay. Ik ben bijna klaar met de linkerkant. Oké, okay, ja, please doe alles heel snel even. Kijk in mijn tweede inventaris. Tweede inventaris. Ja, dat zegt iemand. Ik weet geen idee wat hij bedoelt. Oké, okay. Als je klaar bent, zeg het even, want ik moet echt snel, ouwe, want die 10 minuten, die kunnen zo... Ja, als het goed even liggen, nog 5 minuten. Nog even. Ik moet nog 3 planten. 3 planten, oké. Okay. Okay, als het goed is, misschien staan er nog 1 of 2 aan, maar dat kan, ja, ik, kan okay. Ik niet. Wacht, ik doe even. Oké, okay, zeg maar. Oh, nee! Dat is eentje nog. Oh, shit, ja, maar... Oh, 2. Oh, diegene in de hoeken kon ik niet weghalen, oké. Okay. Oké, geef niet. Ik ben back, oké. Okay. Oké, okay, ja, ik ben heel erg nu gedraind. Oké, okay, ja, ik zie mijn doodstraal. Ja, oké, okay, ik ga er even heen. En ik kan er gewoon inkijken. Er zit niks in! Ja, je tasje is er niet. Waar is je tasje? Waar zie je straal? Waar zie je straal? Hier, letterlijk hier. Tuurlijk op mijn body. Ouwe, doe normaal. De Griffin, of de dinges heeft het. Fluit hem. Kan je hem fluiten? Oh, wacht. Ga ik wel proberen. Ja, maar ik moet met alt nog echt goed kijken waar hij is. Oh, hier. Oh, ja, jongens. Kom maar, wacht. Komt hij nu ook naar mij toe? Ja, hij beweegt! Ja! Oh. Yo! Het is net een vis! Oké, check zijn inventory. Oh, wacht. Ik kan niet eens inventory. Misschien kan ik een pick hebben. Ja. Yo. Ja, nice! Ja, you got him. Ik heb hem weer! Oké. Oké, oh, dit beest. Inventory. Oké, kijk eerst even. Ja, hoor. Ja! Oké. Link, is het een idee? Ik heb geen idee wat allemaal voor jou is, ouwe. Ja, oké. Zou je hem anders kunnen... Zou ik anders deze kunnen mogen hebben? Ja, maar dit is mijn enige... Ja, maar Link, dankzij mij... Ja, maar je moet alle spullen eruit halen. Wacht, laat me even alle spullen droppen. Ja, maar Link... Ja, wacht. Ga even ervoor staan. Oké. Echt, drop alles maar, want ik had zoveel bij me, ouwe. Ja, zijn mijn... Van alles. Holy shit, dude. Oh, pas op! Wat? Ik zie niks! Oh nee, hier ligt het. Oh, ik schrok me dood. Ik dacht dat het allemaal uit de wereld viel. Oh, ouwe. Hij staat ook gewoon op Wandering. Ik schrok me zo dood, jongen. Holy shit. Oké. Ja, hij staat op Wandering. En daarom is hij waarschijnlijk ook uit de map gelopen. Ik heb geen idee, ouwe. Wat de fuck? Hoe kan hij daaronder komen? Ja, echt. Heb je alles gedropt? Nee. Ik heb nog meer. Oké, waar drop ik het? Drop ik het goed? Ja, het komt alle kanten op, jongen. Je moet echt oppassen, ouwe. Serieus, pas op. Het gaat die alle kanten valt het op. Ik weet niet waar je staat. Oh, hier, hè? Oh, hier sta jij. Ik dacht al. Alles ligt op. Pennen, pak je alles even. Toppie. Oké, ik krijg inderdaad zo goed als alles weer terug nu. Nice. Gaan we weer een doekje waar die hoort. Ik heb, volgens mij heb ik nu alles te pakken. Yes, ik heb alles. Ik drop even wat standaard shit, wat ik altijd vet vervelend vind om in mijn inventory te hebben. Dat ga ik even droppen. Zoals dit allemaal. Dat hoef ik allemaal niet. Top, oké. Nou, dat was heftig. Heftig begin. Ik, de bullets, Link. Ja, wacht. Ik moet even deze oppakken. Ja. Ik had hem ook een speciaal naam voor gegeven. Kijk. Wat heb je nou, tech tier of zo? Wat is dat? Of is dat een skin? Wat? Oh, dat is een skin. Van Halloween. Ja, oké. Dus het is geen tech tier, maar dat is gewoon een skin. Een leuke skin. Dat is, ja, dat ziet er gewoon geinig uit. Dat heb ik ook voor T-Rex. Oh, wil je die trouwens hebben? Ik heb geen T-Rex. Wil je eens ook zo'n skin hebben? Ja. Leuk. Dat is misschien wel een leuk percentje voor wat ik even geregeld heb voor jou. Ja, ik heb er maar eentje van, maar waar ben je? Oh, hier ben je. Kan je pipes hiden trouwens? Ja. Ah, moet je wel een S+ hebben dus. Oké, goed om te weten. Ja, nice! Hier, thanks, ouwe. Showpipe, hier, kijk. Ja, juist. Kijk hoe lelijk dit is. Ja, super lelijk. Echt lelijk.
Ja, maar dit is stil, want dit heb ik nooit geweten. Ik wist niet dat je pipes kon hiden. Maar dat kan dus wel, dat is super chill. In ieder geval, ik ga het droppen, Link. Ik ga het gewoon droppen. Hier komen ze. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ja? Hey. Pak die vast maar even op. Pak al even op. Gelijk oversteken doen we namelijk, hè? Ja. Nu zou ik graag willen dat je die dino unclaimt. En dan krijg je de laatste 1000 bullets. Options. Unclaim for harm. Claim! Ik got hem. I got hem, man. I got hem. Thanks. Oké. Okay. Dan komen hier de laatste bullets. Komen ze. Grapje! Later, hè! Nee, grapje. Ja, maar de deur is gewoon dicht. Oh ja, tuurlijk. Precies. Dus je zit hier vast. Zo, hoppakee. Nou, dat zijn ze. Goed zaken te doen. Ja. Tikken we aan. Nou, ja, maar je wilt er nog de Megatherium saddle? Oh, ja, tuurlijk, was ik helemaal vergeten. Ja, tuurlijk, de Megatherium zelf. Nou, kijk maar eventjes in de Giga. Oh, even kijken hoor. Oh. Je kijkers waren helemaal wild van Undersadel of Geutersadel. Oh ja, ik zie het. Ja. Nee, goed, thanks dat je het in ieder geval zegt, dat is heel eerlijk van je. Nou, weet je, we zijn gewoon eerlijk met elkaar, weet je. Ja, dat vind ik heel tof. Cool. Dan heb ik dit in ieder geval weer. Ik ga hem oppakken. Hij staat op mijn... Wat? Ja, dan moet je met mij rennen zo. En dan gaat helemaal... Ja, hij wordt helemaal gek. Maar ik kan helaas niet alles mee... Oh ja, tuurlijk wel. Maar dan moet ik... Oh nee, kan ik mijn Griffin oppakken bij mijn Wyvern? Nee. Oké, dan laat ik even iets tijdens deze opnames even hier staan. Nou, laat je deze in de base... Mag die op logeren? Nee, ik laat de Wyvern wel even staan. Die haal ik later wel even op, ja? Ja, dat is best. Dat is die ene Wyvern die ik toch had uitlaten. Ja, precies. Die had jij daar begon alles mee, hè? Met die ene Wyvern. Ja, mooie tijden, joh. Mooie. Zeker mooie tijden. Oké, ik moet ook even naar buiten zien te komen. En dan moet op de Griffin, hè? Ja. Er zijn nog wel twee die... Ja, probeer alles even op dingen te zetten, want straks ga ik echt dood. Het zal me niks verbazen. Ik heb even tilt kunnen even... Er zijn degenen in de hoekjes die luisteren. Ja, precies. Ik weet niet of je erbij... Oh, je hebt zieke beest. Ja, oh, holy shit, man. Deze kan ik niet veranderen ook. Oké, dan moet ik die Griffin even laten staan. Oh, wacht, ik heb eentje veranderd. Dan laatst. Cool. Dan wacht ik wel even. En dan kunnen we rustig tenminste die weg. Zo. Ja, oké. Je kan er doorheen. Yes, oké. Dan vlieg ik er nu even langs. Zet ik deze weer op. Oh, kak. Kut, dan kom ik nu bij mijn deur. Oh, die zit hier. Ik moet even mijn deur fixen, hoor. Dit ding wordt helemaal gek op mijn schouder, joh. Oh, ik heb echt een volledige aardbeving hier. Ja, echt, hè? Switch ik op. Ik ook. Top, die is dicht. Yes. Ik moet wel even. Ik kan een beetje kippen hier niet doorheen. Oh. Nee, precies. Ik moet er zo even doorheen. Yes, dat is gelukt. En staat dit ding op wandering of zo? Nee. Behavior? Oh nee, wat? Okay. Dat zijn gigas op je schouder voor je. Ja. Oké, dan deze. Zou je op hem kunnen passen, hé? Ja, ik wil wel best op hem passen. Ja, oké, cool. Ik zou hem wel binnen zetten, though. Dan zet ik hem binnen. Als hij daar veilig is, als de turrets hem niet op niet nou, kan halen, dan... Ik heb geen turrets. Oh, maar als je hem gewoon hier zet. Zal ik hem hier neerzetten? Ja, goed idee. Even kijken hoor. Nee, ik zet hem hier wel even neer, is goed. Ja, zet hem maar achter mijn weer even hier, in het hoekje hier. Daar is hij helemaal hoekje. Sure. Oké, cool dan. Haal ik deze later wel even op. Ja. Toppie. Hoi. Cool. Hoi. Hey, prima, dan nee, ik ben een papa. Nou, maar jij bent een geadopteerde papa. Ik heb jongens, wat een gezeur. Zo, het scheelt echt niet. Ja, klopt. Oké, nou, de Griffin opgepakken, yes. En ik kan naar buiten, oké, cool. Hey, het begint nacht te worden, Link. Ik wil in ieder geval serieus wel bedanken. Ik bedoel, sorry voor het goed opgelost. Het kan gebeuren, weet je.
Ja, en inderdaad, ik haal zo meteen de Wyvern even op na de livestream. En dan geef je hem even die stone walls terug en dan komt het allemaal goed. Oh ja, stone, ja, dat moet ook nog. Ja, dat komt allemaal goed. Dus is geen probleem, dat fixen we zo even. Ja, nou geef zo meteen je Rexje even een lieve Rexje, een mooi skinnetje. Prima, is goed. Ga ik doen. Zal ik zeker doen. Ik heb trouwens nog misschien nog een leuk cadeautje voor je. Ik weet niet of je het leuk vindt. Ik geef je even wat. Heb ik zelf verbouwd. Oh, komt mooi uit, ja, ik weet niet, het is longgrass, jongen, lekker bij mij uit de buurt, heerlijke natuur daar, dus het is hartstikke lekker dit. Ja, smaak. Geniet ervan. Ja, nou, ik ga er weer vandoor, ik spreek je later wel weer, en thanks in ieder geval voor de giganoto, die zou ik heel goed kunnen gebruiken. En hey, jij hebt ook wel door, hè, dat jij nu ook een soort van aandeel hebt in de raid, hè? Op de Griffin Raiders. Ja, maar niks zegt in de Griffin Raiders. Eerlijk, hè? Jij hebt ook een pok-ekel aan hun. Ja, maar weet je, ik heb mijn baas al eerder opgeblazen. Ik heb hem eerder opgeblazen. Ze zijn bang voor mij. Ja. Ze hebben nog niks terug bij me gedaan, dus ze zijn bang voor me, weet je. Precies. En ze weten niet waar ik woon, dus het komt helemaal goed. Ja, maar Link. Ja. Don en ik, we gaan een einde aan hem maken. Echt waar? Een einde. Ja, het gaat gebeuren. We zeggen nog niet te veel. Het komt vanzelf. De voorbereidingen komen eraan. En, gigacel, heb je die toevallig? Ik had maar één gigacel. Oké, prima, dan fix ik die wel, komt goed. Oké. Iedereen zegt follow in de chat, wat bedoelen ze daarmee? Volg je... Harm allemaal op. Oh, zet die Wyvern op follow. Ja, weet je hoe lang je dan moet vliegen? Ja, dan ben je super lang aan het vliegen. Ja, precies. Ik snap wat jullie bedoelen, maar... Nee, ik moet sowieso nog die stone dingen zo ophalen, dus dat komt wel goed, jongens. Zo'n aardbeving ineens weer. Ja, echt, hè. Dat komt wel goed. Hey, Link, bedankt. Hartstikke bedankt. Hey, nee, vergeet deze steen niet. Hier. Hey, later. Later. Yo. Oké, nou, top, jongens. Dit is geregeld. Wyvern zetten we niet te vallen. Die haal ik later even op. Ja, Link, die ontvangt me heus wel. En hij gaat dat ding heus niet killen. Hoppakee, even lekker wat killen en we gaan mooi mee naar huis, jongens. Op naar huis. Ja, ik ben blij, we hebben een giganoten te pakken, jongens. En Link heeft zijn ding. Ik heb mijn hele mooie saddle die super chill is. Die zal ik zo meteen nog even gedetailleerd gaan bekijken. Dat ding is super nice. We gaan in ieder geval even naar huis. En die Rex saddle die wil ik ook heel graag... Die Rex saddle die wil ik op de hoogste Rex gaan. Dat is wel heel vet. We hebben nu een Rex van 284. Dat is de allerhoogste. We beginnen al een beetje in de buurt te komen van de beer, hè. Van de dire beer. Ik vlieg een beetje verkeerd trouwens. Dus ik ga iets meer deze kant op. Zo. Maar in ieder geval, dit is top geregeld. Hartstikke mooi dat het zo kon natuurlijk. Hoppakee, en ik vlieg echt met een rotgang naar huis. Nice, oké, wat loopt hier nou serieus een giganoto? Haha, eentje van M25, nice. Dit is volgens mij een van de eerste keren dat ik zo'n beest tegenkom wild, hè. Dus is er achter nou een titanoto? Of een titano bedoel ik, titanoto wat lelijk. Een giganoto en een titanoto, nee het is een titano natuurlijk. Maar oké, ja, geinig, nee dat was een diplo. Oké, we gaan nu in ieder geval naar huis. Zijn die bij de groene toren toch? Oftewel de oude beest van Link. Gaat aardig snel. Helemaal top. Dus we zijn bijna thuis. Hoppakee, even power naar beneden. Ja, dus de deal is goed gelukt. Daar ben ik echt super blij mee. Ik hoop jullie ook. We hebben een klein beetje lag. Dat klopt inderdaad, omdat we vliegen nu. Dus dat kost heel wat... Heel wat van mijn geheugen of van mijn videokaart. Want die moet natuurlijk alles inladen van de map. Hoppakeetje. Oh, vlieg ik eigenlijk wel goed? Ik ben een beetje de weg kwijt, jongens. Even kijken. Waar moet ik nou heen? Oké, vast moet ik hierheen. Joh, die giganoten hoor je hem op mijn nek brullen, joh, dat beest. Helemaal lijp, jongen. Hoppakee, ik ga hem even parkeren. Nice. En pak even de map erbij. We moeten echt iets van het noorden zuiden al, jongens. We zijn er bijna. Zo, oké. Nou, stamina is weer bijna helemaal vol. Dus dat is top. Zo, oké. Cool, dan gaan we weer. Let's go. Zo, ik was wel echt even bang dat ik mijn spul kwijt was. Oh, jongen. Ik had zoveel bij me ook.
Vlieg een beetje verkeerd, ik weet nu al waar ik heen moet. Ik moet hier heen. Yep. Soms ben ik even de weg kwijt, jongens. Dan weet ik gewoon niet waar ik heen moet, hè. Zo, de giga is wrak, Harm. Hoezo is de giga wrak, jongens? Ik bedoel, we gebruiken het voor de raid en alles is mooi meegenomen. Het is beter dan een Rex. Dus we moeten tevreden zijn. Hij gaat gewoon een tank voor. Hij gaat gewoon flink veel attacken. Op de frontlinie. We zijn volgens mij bijna thuis. Oh ja, nu herken ik het weer. Ja, oké. We zijn echt bijna thuis. Ik zie het. Poort staat open. De livestream kijkers. Ja, van Scorched Earth. Zo mooi was dat. Hij zei dat hij een poort had opengelaten. En ik steeds weer terugvliegen. Hij stond gewoon constant dicht. Wat was dat leuk. Mooie tijden. Toen was ik nog een vlogger. Nu ben ik een vlogger. Heb je trouwens al de vlogs al gezien? Ik bedoel, ik heb al 3 vlogs geüpload. Ik upload niet dagelijks vlogs. Kreeg ik ook al vragen naar. Nee, dat heb ik al vanaf het begin verteld. Er komen geen dagelijks vlogs online. Maar ik heb nu al 3 geüpload. Dus dat is super nice. En zeker even checken. Het is super interessant, super leuk. Ik neem bijvoorbeeld ook heel veel vlogs met Link op. Dus dat is ook wel leuk, want Link blijft hier een paar dagen. Hoppakee, mijn stamina is bijna op. Ik ga het net halen. Ga gigas breeden. Nee, dat mag niet. Dat is een surfregel. Oké, nice. Als we het even inladen. Yes. Oh, wat moeten we van het gebouw inladen? Er is niks meer van over. Hey. Oké, de giga, die pleuren we even hier neer. Zo, even die gabber normaal, jongens. Zo. Ga je nou lopen, giga dan? Voorharm. Nou, die gaan we mooi even gebruiken. En dan gaan we even naar de levels kijken, jongens. Want ik zie hier een rechts van 284. En hier een van 283. Deze is level up. 1 leveltje. Mijn lady damage in deze. Zou die 2 levels zijn? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ook 1 level. Oké. Nou, die level ook even dan. In dat geval. 2. Ja, deze is al lang niet zo hoog. Dus nee, we geven hem aan. Deze. Dit is verreweg de dominantste. Meest dominante. Hoppakee. We geven even dit kostuum. Jongens, ik krijg hier gewoon een pilsie. Wat is dit nou? Pilsje erbij. Ik krijg serieus een pilsie. Lekker streamen, Harm. Ah, lekker pilsie. Ah, oh, moeten jullie kijken. Dit is dope. Dit is heel dope. Dit is gewoon een skin, jongens. Dus dit heeft totaal geen invloed. Het ziet er wel super dope uit. Ik vind het heel erg mooi. En het pilsje is heerlijk koud. Ik ben trouwens 18 jaar, jongens. Dus het mag. Ik ben mezelf bijna 19. Dus dan mag ik er 2. Oké, we gaan terug naar de basis. Dit fix ik dus later even in die basis. Die giganoten hebben wij. Nu nog even dat zadeltje op de Megatherium gooien. Waar staat dat pauper beest? Die staat natuurlijk hier. Rechterhandje. Yes. Geef me jouw zadeltje even, jongen. En dan, oh ja, natuurlijk. De giga heeft dat zadel. Biertje, pilsje erbij. Ja, alle mensen, dat vind ik wel leuk om te... Oh, 18k health. Kijk dan, hoezo is dit ding weak? Melee damage omhoog, let's go. Fucking veel health, jongen. Maar in ieder geval, ik vind het leuk dat mensen nu al een beetje de memes uit de vlogs herkennen en al noemen. Ik bedoel, dat pilsje erbij, dat komt natuurlijk allemaal uit de vlog. Ik ben ooit naar een meubelzaak geweest. En dan zei iemand, lekker in die tent, pilsje erbij. Heel erg grappig natuurlijk. Oké, ik wil even dit ding even goed bekijken. Zat het er nou echt niet bij wat voor specificatie dit ding nou heeft? Het is gewoon Ascended. Meer staat er niet bij. Oh, armor 79.7. En deze heeft 25. Holy shit, dude. Oké, dus dat is een hartstikke goed ding. Helemaal top. Flink met armor dus, dat is helemaal nice. Iemand zegt een asje. Nee. Inderdaad, jongens, kras op de auto. Ik heb een kras op mijn auto gezien. Dus ja, mocht je allemaal vragen, wat heeft hij nou steeds over? Check serieus de vlogs, want ze zijn echt zo chill. Ik ben dus echt super tevreden over. De views gaan ook hartstikke lekker, dus het lijkt me ook sterk dat heel veel mensen het ook nog niet gezien hebben. Maar, dat wil ik gewoon even zeggen. Heel veel mensen denken trouwens daarnaast dat ik geen ARK meer doe. Maar ik blijf zeker wel ARK doen, jongens. Dat komt echt wel goed. Dit is trouwens ook allemaal gedamaged. Die moet ik allemaal even fixen. Dat kan heel mooi met de repair gun of cost.
ja, moeten we nog iets doen? Hadden we nog iets op de planning? Volgens mij hebben we namelijk alles al gedaan, jongens. Dus, ja, we hebben nog wat leuke dingen. Binnenkort gaan we dus voorbereiden. Binnenkort, ik denk, serieus, de volgende aflevering al. Ik heb contact gehad met Don. Don staat ook, ja, Don is te popelen. Hij staat ook te popelen, jongen, om te raiden. En ik heb er ook heel erg veel zin in. Dus, dat gaat wat worden, jongens. Dat gaat echt wat worden. Echt, ik bedoel... Heel veel mensen die Scorched Earth hebben gekeken, die weten het allemaal. Die denken zo van, yo, toen jullie daar de Wyvern Riders, toen waren de Griffin Riders en de Wyvern Riders al samen. Dat was zo'n lastige raid. Er waren Joost en Rudy erbij en Don en ik dus. Met z'n allen op de Wyvern Riders. En dat was zoveel moeite kostte dat. Maar nu, joh. We zijn bijna level up. Heerlijk. Bijna die level 97. Dat betekent een mooi platform shadow voor dit ding. En dan kunnen we beginnen met de voorbereiding voor de raid. Met cannons bouwen. Met turrets bouwen. En alles erop en eraan. T-rexen vervoeren. Alles. Met zeggen je aap. Ik kan wel even bij de aap nog gauw even checken. Maar in ieder geval, jongens. Dit was de stream alweer. We zijn al een tijdje live. Ruim een uur. En ik wil jullie hartstikke bedanken. En ik vond het ook hartstikke leuk om voor jullie te doen. Hij regent, jongens. Het komt helemaal goed. Het beest overleeft het easy. Hij heeft wel wat bloedvlekken. Maar dat komt hartstikke goed. Dus toch bedankt voor het zeggen. Koken met Harp zie ik ook voorbij komen. Ja, dat was ook geniaal. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. De volgende aflevering gaat dus de voorbereiding van start. En binnenkort is het dan eindelijk zover. Dan gaan wij, denk ik, Don en ik, de grootste worden op de server. Ik heb er heel veel zin in. We moeten onze baas ook flink verstevigen. Want ik bedoel, Link kon hier gewoon achter staan. Dus ik wil eigenlijk ook nog wat turretje op de grond zetten en dergelijke. Dan is hij nergens meer veilig. Want op het dak en shit wordt beschoten. En over alle kanten wordt wel beschoten. Wat we geschoten, dus dat is in principe prima. De Torrent Dragon leeft nog, staat hartstikke mooi. Die krijgt binnenkort ook mooi zijn Ascended Saddle, want die heb ik namelijk. En mensen, dat was de video voor vandaag. Tot de volgende keer. Doe een duimpje omhoog, want ik zie net dat we 4k duimpjes hebben. Heel erg netjes. En we zitten inmiddels ook op 5000 kijkers ongeveer. Dus het is hartstikke mooi, leuk en aardig. Mensen, tot de volgende keer. Ik ga gewoon de stream afsluiten. Dus ik zie jullie de volgende keer. Later.